Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe Shotgun Week video. Dag 2 van vandaag, we gaan Modern Warfare 3 doen op Free For All Seatown. Lekker Seatown jongens. Free For All kijken of we kunnen winnen. Ik probeerde Domination te doen, alleen ik werd de hele tijd in-game getiefd. Dat ik er helemaal gek van werd en dat ik dacht van weet je, ik doe gewoon Free For All. Dan begin je vaak helemaal scratch vanaf nul. En dan kijken we of we ja heel simpel 30 kills kunnen maken. Ik heb hier, zoals je ziet, de USA staan met de RPG. Gewoon eigenlijk hetzelfde. Het enige wat ik veranderd heb is Steady Aim Pro heb ik neergezet. En Stalker heb ik weggehaald. Wow. Oké, die had ik niet verwacht. Oh, jammer. Oké, ik viel even stil, maar ik was even aan het focussen, want ik denk, waar blijft die jongen? Waar blijft die jongen? Maar we gaan, oh, die wil ik niet. Oké, we gaan gewoon hier rennen. En natuurlijk komt er daar eentje. En er zat er nog eentje in de hoek ook. Helaas. Maar dat maakt niet uit, we komen er wel. Even een Zemtex hierboven, want er loopt iemand. Oh, Eme. Die is dood. En die krijg ik mooi mee. En dan zit er daar een camper natuurlijk. Hé, hey, ik bedoel, hè? Waarom ook niet? Campers horen er gewoon eenmaal bij. Campers zijn hartstikke goed. Het is een... Oh, daar zit er een. Ja, waarom loop ik er ook? Ik wist dat hij er stond. Hij zit er gewoon ook nog steeds, hè? Even kijken of we hier... Huppa, één shotje. Die gaan we daarheen knallen. Mooi. Moet je maar niet campen. In mijn rug. Even Semtexje daar. Ik weet niet of hij dood is. Nou, hij is weg in ieder geval. En helaas wel hitmarker. We staan eerst de 5 om 5. Het gaat niet perfect. Hey, die shotgun, ik moet er wel aan wennen hoor. Ik moet er echt aan wennen. Daar loopt hij. Huppa, stalker. Het is toch lekker. Huppa, moet je maar niet campen. Even hier rustig ademhalen. Even rustig ademhalen. Komt er iemand hier binnenlopen zometeen? Daar komt er eentje aan. Ik ga er toch op. Huppa, ik heb hem. Ja, moet ik alsnog ademhalen. Maar ik doe dat wel even ergens anders. Ik wil niet als camper uitgemaakt worden. Want dat ben ik niet. Ik ben een full Russia. En, oh, wat verschrikkelijk. Check dan wat ze allemaal aan het doen zijn, jongens. Dit is toch niet normaal? Wow, hij schoot niet de tweede keer. Ik schoot echt nog een tweede keer. Dus dat vind ik best wel weirdo. Nou ja, hierboven zal die camper wel weer zitten. Natuurlijk, lastig. Ah, en dan komt er nog eentje daar om de hoek. Ik bedoel, hè? Free for all op Z-Town en tot nu toe echt alleen maar kloten. Alleen maar campers en dat soort bullshit. Daar zit niemand. En daar... Huppa, één kill en klaar. Hier zit niemand. Ik ben nu echt way too careful. Huppa, twee schoten en je bent dood. Nou. Huppa, omdat hij in last stand stond. Doen we even zo. Nee, helaas niet. Moet ik hem herladen? Hij is... Ah, tuurlijk. Drie keer raden wat. Drie keer raden wat. Een camper. Wat prachtig, jongens. Echt. Seatown vol met campers. Ah, en hij... ik denk ik ga hem concussen. Dan weet ik zeker dat ik hem heb. Maar dan liefde hij. Fucking hell. En wie heeft er nou weer een Reaper? Daar zit niemand. Ik denk ik spring er overheen. Huppa, achter is zijn rug eentje. Hij gaat op me schieten. Final stand ook echt. Nou, die Reaper heeft me in ieder geval niet pakken gekregen. Die heb ik ook. Drie kills. Ik vind hij is krachtig. Waarom heb ik hem niet? Hij is krachtig, dit wapen. Alleen, ik vind... ja, het triggeren vind ik niet echt fijn. Tuurlijk. Waarom ook niet? Ik bedoel... Hè? Tuurlijk, dat ook nog eens... Wie legt er daar eentje neer? Ja, een camper waarschijnlijk. Want dan zat hij daarboven. Kon ik hem net niet vinden of net niet zien. Stealth bomber is ook heel erg knap om te halen. Even daar een Semtex, omdat ik iemand zag. En natuurlijk hitmarker dat wel. Maar hij schiet net niet snel genoeg om...
Bam! Oh, dat is wel een prachtige kill. Dat was wel een prachtige kill. Die ga je sowieso terugzien aan het einde van de week in de compilatie. Even kijken. Oh. Hoppa, jou heb ik ook. We staan gelijk, de nummer 1 en ik. En hup, een two-piece. Dat is wel lekker. Hier beneden zitten ze natuurlijk weer. Springen we eventjes hier naar beneden. Oh, en dan komt er eentje precies daar op dat moment. Dat is wel jammer. Maar ja, daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon eenmaal zo. Oh, daarheen. Hup, daarheen. En die pakken we op. En diegene die er achteraan loopt. Ook. Hij komt wel ver hoor, die range. Die range is best wel heel ver. Dat is wel lekker op zich. Ik denk altijd dat ik veel dichterbij moet voor die shotgun. En dat is wennen. Ja, ik speel veel te weinig. Modern Warfare 3. Heel weinig met die shotgun gespeeld. Ik heb deze wel helemaal geleveld. Maar ja, ik had op een gegeven moment tijd over, zeg maar. Oh, wow, ik zag hem niet. Ja, die andere die erbij stond. Die mist knife. Knife miss, wat is het? Maar die, ik zat dit meer op die achterste te focussen. En toen schrok ik van diegene die ervoor stond. En die zal... Hup, daar. Waarom ook niet, jongen. Ah, jammer, jammer. Check hoe mooi dit ligt. Ja, oh, ik wacht wel even. Ja, tyfus op, jongen. Dit is denk ik mijn ergste camper gameplay ooit gehaald. En niet zozeer dat ik hem aan het campen was. Ik raakte iemand. En natuurlijk, hier nog eentje in een hoek. Ik bedoel, ze blijven ook maar zitten. Huppa, buskill. En we blijven die voorsprong behouden, gelukkig. Ook al staan we wel weer gelijk. Huppa, headshot. Ja, natuurlijk niet. Hij zit er nog steeds, jongen. Nu staan we eentje achter. Maar dat geeft niet, want daar zit een camper. En ik gooi hem tegen dat fucking kutding aan. Waar is die heen? Hij was hier. Ergens. Is die naar binnen gekomen, toch? Jou heb ik. Drie kogels over, dus moet ik oppassen dat ik hem in één keer alles raak schiet. Of ik moet hem nu herladen. Maar ik vertrouw het herladen op dit moment niet echt. Maar ik doe het toch, want het gaat redelijk snel. Dat is wel fijn van... Huh? Van deze shotgun. Ja, natuurlijk, eentje zit erachter. Ik kwam er nog ook aan. 12,50. Ik sta tweede. Ik wil hem wel winnen, jongens. 25. En... Fuck. Hij gaat voorsprong. 27, 2 kills voorsprong. Kijken of we die kunnen inhalen nog. Ik hoop het wel. Hier beneden of hierboven zitten ze. En... Die heb ik. En... Die ook. En die ook. Dat betekent dat we weer voor staan. We staan weer voor. Nog 2 kills. En helaas snijft hij mij. Of... Ja, dat was die Danny Burke. Nee, Stifla staat bovenaan. Dat wordt... Oh, hij mag nog maar 1 kill. Hij hoeft nog maar 1 kill. Mag, hij mag wel meer. Nou, hij mag er ook niet meer. En hij wint uiteindelijk toch 2-3. Maar dit is zo'n fucking camper gameplay. Dat ik het echt niet verkeerd vind. 28-20. Jongens, vergeet niet te liken voor deze kutcampers. En ik zie jullie morgen bij dag 3 van de Shotgun Week. Hier zie je de final kill. Hoe ongelooflijk noob die gozer daar in het hoekje zit. Het kan ook niet anders. Maar alsnog, like eventjes voor me.